Het is eindelijk zover. Het wielerseizoen gaat morgen officieel van start. Morgen staat namelijk Omloop het Nieuwsblad op het programma. En dat betekent spektakel vanaf kilometer 1. De Vlaamse klassieker die al wordt verreden sinds 1945... is eigenlijk altijd de opening van het seizoen geweest voor de heren. Maar pas vanaf 2006 voor de vrouwen. Aan de start staan niet de minste namen. Titelverdediger Annemiek van Vleuten, Jolien de Hoorn, Lotte Kopecky, Lisa Brennauer en Amy Pieter staan daar als favoriet op papier. En ergens tussen deze grote namen staat ook debutant en de uit Enter afkomstige Ilse Pluimers. Zij staat namelijk voor het eerst met haar nieuwe ploeg NXTG Racing. En ze is aan de lijn. Ilse, goedemiddag. Goedemiddag. Leef jij nou echt een meisjesdroom? Ja, op dit moment wel natuurlijk. Ja, hoe is het nou om daar dan te zijn? Je bent nu denk ik volop in voorbereiding. Ik weet niet, volgens mij heb je net dan de laatste verkenningsritten gehad. Maar hoe gaat het nou allemaal in zijn werking? Ja, klopt. We hebben de laatste voorbereidingen nu gedaan. En nu zijn we in het huisje met de ploeg. En dan gewoon in onze eigen bubbel. En dan vanavond hebben we nog de presentatie, zodat we weten wat we morgen te wachten staat en wat we moeten doen. En dan is het slapen en morgen de koers rijden. Ja, want je gaat dus morgen echt ook je debuut maken. En dan sta je dus direct bij Omloop het Nieuwsblad. Een grote rit, een grote naam ook in het circuit. Heb jij verwachtingen? Weet je hoe het met de vorm is? Nee, ik heb echt totaal geen verwachtingen, want ik word echt ineens in het diepe gegooid. Ik ben ook echt de allerjongste die aan de start staat. Het was eerst ook niet de bedoeling dat ik hem zou rijden, want ik zou eerst iets lager beginnen. Maar we hadden hier voor 3 weken trainingskamp in Spanje en toen reed ik als een van de beste mee van de ploeg. Dus toen hebben ze toch het programma omgegooid. Dat ik wel direct een van de grootste koersen rijd. Je rijdt dus vanaf de junioren direct met de profs nu mee. Daar zit meestal ook een groot kilometerverschil. Je rijdt bij de junioren denk ik wat minder. Hoeveel kilometer heb jij al wel eens zo'n lange koers gereden? Nee, normaal is het 60 kilometer. Nu is het dubbele morgen, 124. Dus dat is inderdaad ook wel een heel groot verschil. Dus ook veel vertrouwen. Ja, het is echt gewoon de eerste 2 uur echt helemaal niks doen. Vooral alleen maar verschuilen tussen de grote namen. En dan uiteindelijk komen de klimmetjes en dan proberen wat mee te doen. Maar het gaat niet veel meer zijn dan mee rijden waarschijnlijk. Wie is eigenlijk jouw idool? Ja, ik denk toch wel Anna van der Breggen en Annemiek. En Anna heeft me ook een paar tips gegeven, dus dat is altijd leuk. Wat zei ze? Dat ik gewoon de eerste 2 uur vooral veel moet eten en me niet gek moet laten maken. En valpartijen vooral om te kijken. Want ja, het is natuurlijk wel de eerste koers. Dus wat 1 hectische bende op het begin. En dan vanaf daar krijgen we de Molenberg. Dat is een kasseiklim. En vanaf daar wordt echt de koers losgebroken. Dus vanaf daar is het gewoon eigenlijk een eindstreep trekken naar die klim toe en alles geven. En dan nog zo ver mogelijk proberen te komen. En hopelijk de eindstreep halen. Ja, en jouw broertje, volgens mij broer, hè? Die rijdt bij Jumbo-Visma, daar nog bij de junioren. Ja. Heb jij eigenlijk hem nog gebeld en te zeggen van, haha, ik sta hier eerder? Nee, hij had het zelf al gezien, dus hij heeft me ook wel geholpen met verkennen van het parcours. Dus dat is altijd wel fijn dat je dan zo'n broer hebt die er ook verstand van heeft. En wat voor morgen, wat zijn de verwachtingen? Ga je hem uitrijden? Ik hoop het wel. Nou, maar het gaat wel heel zwaar worden. Dan wens ik jou heel veel succes. Ilse Pluimers, morgen te zien in Omloop het Nieuwsblad. En namens ons 1 Twente wensen we jou echt heel veel plezier en succes. Dank je wel.